In het buitenland, Jozef Luns. Vanaf 1952 bijna 20 jaar lang minister van Buitenlandse Zaken. En aansluitend ook nog eens 13 jaar lang secretaris-generaal van de NAVO. Een enorme politieke carrière met affaires en kwesties. Maar ondanks alles bleef Jozef Luns door zijn onverzettelijkheid en zijn humor overeind. Vannacht overleed hij, 90 jaar oud, in zijn woonplaats in Brussel. Dat maakte zijn zoon vanmiddag bekend. Verslaggevers Menno de Galan en Tonko Dop portretteren een uniek en kleurrijk politicus. Wim Kan, die zoals altijd het programma na de pauze vult, begon zijn optreden waarbij hij werd begeleid door pianist Ru van Veen met enkele kostelijke typeringen. Een bekende minister van Buitenlandse Zaken. Een kleurrijke, herkenbare, sterke persoonlijkheid. Met een hele eigen stijl, met hele eigen opvattingen ook. Maar ook vooral herkenbaar. Hij liet zich niet makkelijk in de hoek drukken. Hij liet zich niet makkelijk intimideren. Hij vond dat hij op voet van gelijkheid kon onderhandelen ook met staatslieden uit landen die veel machtiger waren dan ons land is. Je zou kunnen zeggen dat hij een grote politieke moed had om zaken te zeggen tegen collega's, tegen regeringsleiders, in vergelijking met de manier waarop anderen dat deden. Hij schaamde zich er niet voor om de Nederlandse belangen, zo zou je het ook kunnen zeggen, rigoureus naar buiten te brengen en daar ook voor op te komen. Jozef Luns, de man die Nederland op de kaart zette. Een communistenvreter. Socialisten waren alleen goed als je grappen over ze kon maken. In de PvdA was toen een beetje het gevoel dat politiek was zo ernstig. Daar mocht je niet bij lachen of geen grappen over maken. En hij heeft ook wel eens geplaagd, moet ik toch. Ik herinner me een geval. Dat vond ik nogal amusant, maar ik kan me wel voorstellen dat hen dat ergerde. Hij heeft me eens verteld dat hij met vakantie in Warmond was. En dan logeerde hij op een woonboot, geloof ik. En hij had boodschappen gedaan. Hij zat in vakantiekleding met een tas met boodschappen en een grote strooien hoed van zijn vrouw. Tegen de zon stond hij op een pontje te wachten. En zijn zacht pruttelend kwam er een mooie grote motorboot langs en daar achterop daar stonden heren in blazer een drankje te drinken. En toen ze voor hem langs pruttelde, toen zag hij tot zijn verbazing dat de hele top van de Partij van de Arbeid was. De minister, staatssecretaris, kamerleden. En toen stak hij zijn hand op en zei: salve, de verworpenen der aarde. En ik vond dat wel een goede grap. De grote Lunszaliger, die heeft op de BRT in Brussel een keer een interview gegeven. Ik heb dat op de band ergens. En die journalist die viel hem in de reden. En die zei: ja, maar Willem Oltman zegt. En toen zei Luns: ik kan het niet goed nadoen, er zijn mensen die dat veel beter kunnen. Maar toen zei Luns: meneer Oltmans is een eenmotorige mug. Nou, laat mij dan maar een eenmotorige mug zijn. Willem Oltmans, sinds 2 jaar in goede doen dankzij een riante schadevergoeding van de Nederlandse staat. Decennia lang werd er met werken onmogelijk gemaakt. En dat is met Luns begonnen. Die botste met Oltmans over de kwestie Nieuw-Guinea. De Nederlandse kolonie die Luns na Amerikaanse druk aan Indonesië moest overdragen. Ik had een politieke mening, zou je kunnen zeggen, die ik in de krant zette. Dat het
dekolonisatieproces met Indonesië anders moest worden opgelost. In vriendschap met... En dat we dat moesten slikken dat hij een Bin Laden was, dat hij gewonnen had. Sukarno. Die Engelsen, ja, natuurlijk. Die Engelsen, weet je hoe die doen? Als Nehru of Gandhi of Kenyatta in Kenia of weet ik wie. Zelfs de Fransen doen het met Mandela. Zelfs de Belgen doen het met Lumumba. Die kwam eten bij de koning in België. Maar Sukarno is de enige van het vierde grootste land ter wereld, die als overwinnaar nooit een voet op Nederlandse bodem heeft mogen zetten. Zo zijn de Hollanders. En die mening van u, daar had Luns moeite mee. En dat kon Luns niet hebben, want hij dacht misschien de vent heeft gelijk. Maar dat strookt niet met mijn plannetjes. En hoe heeft hij u toen zwart gemaakt? Nou, hij heeft me niet zwart... Nou ja, ik ben alles genoemd, homoseksueel en oplichter. En als je die dossiers ziet, dat is daar is Van Aartsen zo van geschrokken toen hij dat eindelijk onder ogen kreeg. Ik ben zwart gemaakt. Ik ben, nou ja, ik heb eigenlijk 45 jaar voor Rotte Vis bekend gestaan, omdat ze dat aanzwengelden vanuit Den Haag. Want ze wou niet dat mijn mening bekend werd. Dankzij Luns. En dat heeft Luns in de rails gezet. U hebt dus nooit overwogen af te treden. Wanneer een minister aftreedt, meneer Hilderman, dan zijn er twee redenen waarom dit gebeurt. Ten eerste, wanneer hij niet met zijn geweten overeen kan brengen wat er beslist is. En ten tweede, dat er een beter alternatief zou komen wanneer hij zou aftreden. En ik geloof u nu geen geheim te zeggen wanneer ik hier verklaar dat niet alleen ik, maar ook verschillende van mijn collega's wel hebben overwogen of het niet beter zou zijn om door anderen deze politiek te laten doen de laatste weken. Je zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar de manier waarop hij met de pers omging. Had buitengewoon groot gevoel, en dat is misschien voor zo'n conservatieve man als hij was wel uitzonderlijk, voor het belang van goede contacten met de pers. Dat deed hij op twee manieren. Op de eerste plaats door te zorgen dat hij regelmatig gewoon in de krant kwam via foto's. En zijn bekende grappen maakten ook de relaties met journalisten heel wat gemakkelijker. En verder in moeilijke situaties schrokken er ook niet voor terug om bepaalde journalisten bij zich te laten komen. Bevriende journalisten, en die toch niet te dicteren, maar toch wel vooral te vertellen wat hij graag zou zien dat er in de krant zou komen. Dus een zekere mate van sturing is zeker het geval. Doorluchtige hoogheid. Ik dacht deze zomer dat ik het hoogtepunt van mijn carrière had bereikt. Ik kreeg toen namelijk een brief van een meisjesklas, de hoogste klas van een lyceum, waarbij mij verzocht werd mijn foto te willen schenken aan die klas, want ze vonden me bij algemene stemmen nog aantrekkelijker dan de Beatles. Ik denk dat het grote probleem is dat die... Nou, met zijn grappen, met zijn stijl van optreden, met zijn joviale manier van doen. Wel zijn zakelijke dingen over het voetlicht wist te brengen. Maar het is heel moeilijk om inzicht te krijgen in wie nu de persoon is. En ook wat voor dingen het zijn die hem aansturen. Was het gemaakt of was het echt? Ik denk dat het een combinatie is geweest. Hij was een groot carnavalsvierder. Dat was, hij werd diverse keren uitgenodigd voor de carnaval. En wist zich dan buitengewoon jolig op te treden. Maar om nou te zeggen dat hij een blij mens was, dat is een ander verhaal. Hij had toch wel grote zorgen over de eigen samenleving en over de wereld, hoor. Dus misschien was het ook een vlucht. Ik heb kennis genomen van persberichten als zou ik van eind 1933 tot aanvang 1936 lid zijn geweest van de NSB. Ik kan hierover verklaren dat dit naar mijn overtuiging op een misverstand moet berusten. Aangezien ik in mijn studententijd niet betrokken ben geweest bij welke partij ook. En ik mij politiek geheel afzijdig heb gehouden. Het is wel zielig, vind ik, dat een man die dan het toch nog geschopt heeft tot secretaris-generaal van de NAVO,
En dan verdwijnt hij naar Brussel in een flat en niemand heeft ooit meer van die man gehoord. En hij werd dus 90. Zijn schoonzus, de weduwe van Huip Luns, die kwam hier eten, ik geloof in maart of april, en die zei: Willem Joseph is 90 geworden. Ik zeg: had dat maar gezegd, had ik hem een bloemetje gestuurd. Hè? Ik hoop hem later nog eens tegen te komen in de eeuwige jachtvelden. Kunnen we nog eens napraten. Wat zegt u hem dan? Dat hij toch wel een hele scheve schaats heeft gereden. Dat hij daar is hij dan tegen die tijd wel achter. Want Petrus zal hem wel op het rechte pad helpen. Daar.